Aan de Vest, en dan wel tussen de Pakhuisstraat en de Achterstraat, staat de Mariatoren. Een lieftallige naam voor de verdedigingstoren die in het jaar 1508 al recht overeind stond. In 1987 hoeft ze niet meer te verdedigen. De stadsgrenzen zijn duidelijk verlegd. Na het gebruik door de vereniging Oud Horen betrok de kalligraaf Joop Willems deze prachtige toren. En dat is niet toevallig. Joop brengt teksten en schrijfwijzen uit lang vervlogen tijd weer tot leven. In de 18e eeuw werd zij gebruikt door de gecommitteerde raden als kruidmagazijn. Vandaar de volksnaam Kruidtoren. Hey, goedemorgen. Toppie. Ik zag licht branden. Ik denk, ja. Ik kom eens even bij je. Hartstikke leuk. Ja. Tijd niet gezien. Ik denk jaren niet gezien. Dankjewel. Ja, dankjewel. Je hebt de kachel aan. Ja. Er is vast koffie. De koffie die komt er ook. Goed zo. Zou ik zeggen, plof even neer. Ja. Nou, de kou is er gelukkig een beetje af, het is hier liggen. Nou ja, het is vochtig. Ja, het zal wel. Zo, alles in rust in deze tijd? Of, nee, jongen. Nee? Nee. Hoezo in rust? Wat bedoel je? Nou, dat ik niet zoveel werk. Of, dat of, ik bijvoorbeeld niks te doen zou hebben. Nou, als je op dit moment niks te doen zou hebben, dan wil ik eigenlijk eens een beetje praten over die Mariatoren hier. Oh, dat is een verrassing. Ja. Ja. Nou. Ja, wat wil je weten? Nou, het belangrijkste wat ik jou kan vertellen is dat er zo weinig over bekend is. Ja, dat is de oorzaak waarom ik eigenlijk bij je langskom, Joop. Ja. Weinig naslagwerk over de Mariatoren. Toch denk ik dat er leuke dingen van te vertellen zijn. Ik lees wel, op een bepaald moment wordt de kelder ijskelder. Ja, nou, heb ik ook van gehoord, ja. Wat is dat dan? Nou, hier beneden zit een fraai keldergewelf. En volgens de professor die ik hier heb gehad, die ijskelders onderzocht, zei van, nou, dit is een zeer uniek iets, want het is een tongewelf en het schijnt vrij zeldzaam voor te komen. Hij heeft ook een boek geschreven met allemaal de ijskelders van Nederland daarin. Ja, een heel dik boekwerk, een aanslagwerk. Maar ik kon hem ook verder niks wijs maken van, ja, hoe, wat en hoe lang. Ik weet wel dat het waarschijnlijk tot wel begin deze eeuw door heeft moeten gaan, want hier tegenover stond de villa als geneeskundig instituut, weet je wel. Die werd onder andere bevoorraad vanuit deze kelder. Dat ijs werd gehakt uit de slotgracht, oftewel de Draafsingel. En dat werd dan in blokken opgeslagen beneden. Als je buiten bent, dan kun je nog zien waar de deur gezeten heeft, waar het ingebracht werd. Dus men hakte gewoon blokken ijs in de winter. Men had dan schijnbaar altijd strenge winters. En dat werd voor lange tijd opgeslagen? Dat werd voor betrekkelijk lange tijd opgeslagen, want het schijnt dat de temperatuur ideaal was. Dus altijd onder nul in de kelder? Nee, het is nooit onder nul, het is altijd boven nul. En dan zou je zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Nou, dat snap ik dus ook niet, maar men deed het wel. En vergeet niet, als er ijs in zo'n ruimte ligt, wordt het natuurlijk ook wel ietsje kouder, hè? Ja, ja, de eigen temperatuur werkt mee. En de muur is 75 centimeter tot misschien wel een meter dik. Dus dat houdt wel zijn temperatuur vast. Je zei bastion, de Mariatoren is onderdeel geweest van vestingwerken, werd dat genoemd geloof ik niet. Of in ieder geval, het diende ter bewaking van de stad Horen. Ja, dat mag je stellen, ja. Het is een van de weinige torens die overgebleven is eigenlijk. Heb je een idee waarom? Ja, nou kijk, wij hebben aan onze voorouders te danken, nog niet zo lang geleden, dat een overdreven ziekelijk gevoel voor afbreken hadden. Want de tijd veranderde, de industriële tijdperk dat kwam opzetten en alles moest vlugger, alles moest rationeler gebeuren. En zo heeft eind vorige eeuw de Koepoort, wat toch wel een van de mooiste poorten was in de verre omgeving, het loodje moeten leggen omdat van het achterland niet snel genoeg de stad bevoorraad kon worden. Dus weg dat ding. Ook rond die tijd is een admiraliteitstorentje, die was kleiner dan deze, die stond waar nu een station is schuin daar tegenover, op een beer stond die. En die moest ook verdwijnen, want dat is gedempt inmiddels, hè, dat verlengde van deze slotgracht. En had geen zin meer, dus weg met dat ding. Tuurlijk hebben ze spijtershaar op hun hoofd, waarschijnlijk nu, maar je krijgt het nooit meer terug. Het blote feit dat deze toren niet aan de ondergang is prijsgegeven, is het feit dat hij inderdaad niet in de weg stond voor niets en voor niemand.
Hij is alleen ontzettend verwaarloosd geweest tot 1929. Daar zijn wel foto's van, er is een afgrijzelijk gezicht hoe hij eruit zag. Alle schietgaten dichtgemetseld, de kantelen boven dichtgemetseld, een pannendak wat half op instorten stond, dat was een wanhopig gezicht. Toen heeft Oud-Horen, middels Kerkmeijer, de vader van het behoud van de monumenten, noem ik hem dan wel eens, die heeft ervoor gezorgd dat deze toren gerestaureerd werd en dat was in 1929. Persoonlijk zeg ik, de dakpartij vind ik niet mooi, er hoort een trapgevel op, want men bouwde in de late middeleeuwen met trapgevel. Ja, maar was het niet zo dat het dak eigenlijk overmetseld was of overtrokken was met iets wat, laat ik zeggen, het van oudsher bestaande dak zat ergens onder, dat ze dat weg hebben gesloopt, of is dat een verhaal wat niet klopt? Nou, dat verhaal heb ik nooit gehoord hoor. Toen men iets wegsloopte, kwam er iets boven water? Nee, natuurlijk stond hij boven water, nee, maar, wel. Maar de dakconstructie, die was nog aanwezig. En aan de hand daarvan hebben ze... Dat is het verhaal? Ja, de top zelf, of het dak zelf, is wel origineel. Alleen ik heb het over de topgevel. Daar moet eigenlijk een trappetje op. En dat zou ik wel leuk vinden als dat ooit eens een keer, als ik het mee mag maken, dat gebeurt. Het was een toren waaruit geschoten werd. En dat opgeschoten werd. En opgeschoten werd. Is er iets bekend hoeveel keer dit ding in elkaar geschoten is? Nou, ik verwacht helemaal niet één keer. Kijk, je had natuurlijk de kans dat als er wel moeilijkheden waren, dat de kantelen het zouden kunnen begeven. En dat zal ongetwijfeld wel gebeurd zijn. Ik was er niet bij die tijd. Ik was ergens anders. Maar dan is dat gewoon stommer weer opgebouwd. Maar helemaal kapot geschoten zal die nooit geweest zijn. Het is denk ik een toren die alleen met lichte wapens bediend werd, als je dat toch zo mag zeggen. Ik kan je wel wat laten zien. Ik heb hier een paar kogeltjes. Hè? En, ontzettend. Zal ik ze voor je pakken? Pak maar zo'n kleintje. Dat zijn scheepskogels, maar dit zijn, wat ik me heb laten vertellen, landkogels. Mensen, kinderen, dat ding weet ook niks. Kijk, en dit zijn dan de dingen waarmee op dit soort muren geschoten werd. In de hoop dat er een bres geslagen werd om binnen te kunnen komen. Maar van hieruit, er zijn kleine kantelen geweest. Die zijn er dus nog. Daar plaats je geen kanonnen op. Nee, alleen maar schietgaten. Dus laat ik zeggen, met musketten of daaromtrent. Musketten die werden gebruikt vanuit deze schietgaten die hier nog aanwezig zijn. De geweren lagen op die ijzeren staven die je daar ziet. Die zie je overal. En dan, waarschijnlijk keek men onder het geweer door en dan maar in de hoop dat je iets raakt, vuur geven. Want richterjacht was wel, richteren was het toch niet. Maar wij hadden wel kanonnen hier in deze toren. Trouwens, alle torens hadden kanonnen. De gaten zijn er nog. Er waren liggende kanonnen, dus zonder afuit. En die lagen op de muur en die staken dan uit en dan kon het geschoten worden. Hé, toch? Ja, dit soort torens die hadden toch wel een enorm bereik hoor. Een mooi schootsveld. En alles overlapte elkaar. Want de toren verderop, die bestreek weer het vuur gedeeltelijk van deze toren. Dus we kunnen rustig stellen dat in de tijd dat dit soort vestingwerken de zaken doende waren, dat de stad goed beveiligd was. Nou is Maria een wat liefelijke naam voor een toren waaruit geschoten werd. Je weet ook dat ze hem een kruittoren noemen, hè? Is denk ik uit de tijd van rond 1800, begin 1800. Dat zal ongetwijfeld die kant wel opgaan, ja. Toen werd er van rijkswegen, van overheidswegen, patronen en kruiden opgeslagen of zoiets dergelijks. Nu is de volksmond, zoals je weet, hardnekkig. Dus die naam bleef erin, Kruittoren. Ja. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niks van. Hij is gebouwd in 1508 met nog enkele zusters van hem. En de muur dan, door bemiddeling van de nonnen van het Maria-convent. En dat lag hier tegenover. En toen kreeg het ook de naam Maria-toren. Daarom. Dus de zustertjes die moesten beschermd worden door een geschutstoren. Ik heb zomaar het vage vermoeden dat het rijke kloosterleven wat wij hadden kapitaalkrachtig genoeg was om deel te nemen aan vestingwerken. Ik meen zelfs te weten dat ze verplicht waren om hun bijdrage eraan te geven.
Dat is in tegenspraak met alles wat we leren en geleerd hebben op school over het liefdewerk. Liefdewerk oud papier bedoel je? Nou, dat is het minste, maar vanuit de kerk werd de oorlog toch niet gepredikt, zou je menen? Zou je menen, ja goed. Als we de geschiedenis bekijken, dan heb ik een heel andere mening daaromtrent. Maar dat slaat dus weer niet op deze toren. Er gaat een verhaal, dat heb ik eens een keer gehoord, en dat slaat wel op deze toren. Al zou het een straf zijn voor die nonnen om deze toren te bouwen. Het schijnt zo te zijn, en als ik lieg dan doe ik dat in commissie, want ik heb het ook maar van horen zeggen, dat er nog papieren in de archieven moeten liggen waarin staat dat de dames kloosterlingen met hun bouwsels, met hun gebouwen buiten de rooilijn gegaan zouden zijn. Zoveel voet of zoveel weet ik veel. En dat aanleiding was om ze te straffen. Tot het bouwen van deze toren. Tot het bouwen van deze toren. Een ander verhaal is dat er vanuit deze toren en andere vestingswerken er gangen liepen onder de grond door naar het centrum van de stad. Het oude Statencollege, dus ons oude stadhuis, laat ik maar zeggen, op de Gouwe. Dat zou in verbinding staan met een gang die ooit vanuit deze toren daar naartoe is gegraven. Ja, tijdens rondwandelingen heb ik het daar ook wel eens, zei het Sumier over, als ik hier gezelschappen krijg. En dan hoor ik van een heleboel mensen, nou ja, wat je nou staat te vertellen, dat is onzin. En daar hebben ze ook wel gelijk in natuurlijk. Maar het leukste vond ik, de laatste gezelschap wat ik had van Oud-Horen, daar was één vrouwtje bij. En die zegt, ja, daar heb je wel gelijk in, want ik weet, toen ik kind was, ben ik in die gangen geweest van het stadhuis. Ze zegt, dus die gangen zijn er echt wel. Ach, of geweest. Toch? Ze zegt, want dat vergeet ik nooit, aan de hand van mijn moeder ging ik die gang in. Het lijkt op een legende, maar... Nou, het is helemaal niet zo'n legende. Als je nagaat dat belangrijke gebouwen altijd bereikbaar met elkaar moesten zijn. Dus er moest een verbinding zijn. En die ging onder de grond. Dus het verhaal van gangen, dat is helemaal niet zo vreemd. Dat vind ik eigenlijk vrij logisch ook. Ja, vluchtwegen. Het moesten vluchtwegen zijn natuurlijk. Ja. Maar toch een schitterend verhaal. En dat is... Laat ik zeggen, vanuit jouw toren, als ik dat zo mag noemen, want je... Veronderstel ik. Als ik in de kelder ben, dan zie ik toch wel sporen van een dichtgemetselde poort die daar gezeten moet hebben. Ja, dat is al lang geleden, maar ik zou niet weten waarom ze dan zoiets aangeven. Zomaar van, Je leest het nergens. Je leest het ook nergens. Maar dat is juist de handicap. Ik krijg ontzettend veel vragen altijd over deze toren en wat en hoe. En daar kan ik eigenlijk nooit op antwoorden. Nee. Maar er is gewoon niks bekend. We moeten het zo zien, het was een gebruiksvoorwerp, een wegwerpartikel. Min of meer, dit ding was functioneel ten tijde dat hij nodig was. En daarna bekommerde er geen onzin meer om wat ermee ging gebeuren. Nee. Want toen dit soort vestingwerk uit de tijd waren, omdat het geschut beter werd, verviel de een naar de ander. Naarden heeft nog gaaf bewaard gebleven vesting en Zutphen is driftig aan het restaureren geweest. Een deel van zijn muren met torens en poorten. Wij zeggen nu dat is prachtig en dat is mooi, moet ook behouden blijven. Maar in die tijd was dat helemaal niet van toepassing. Het was je beveiliging waar je achter weg kroop en van waaruit je kon schieten op de vijand. En voor de rest niks.